om over te praten. Goedemiddag. Ja, zijn we live? Zijn we live? Ja, 15 kijkers. Ja. Uit kampioenen. Maar gewoon vragen uit en spreek ze aan en vertel wat we doen. Dag Steve, wat gaat het zondag worden? Ja, we gaan zondag vol erop klappen en dan denk ik gewoon kijken wat schip staan. We hebben goed getraind, dus daar zal het niet aan liggen. Nogmaals, we zullen er vol op klappen. Lubin's termijn. Sluit ik me bij aan natuurlijk, hè? Ja, absoluut. Wanneer is Tommy weer fit? Tommy is al weer fit, geloof ik. Die traint nu al anderhalve week mee. Dus hij zit in ieder geval bij de selectie. Of hij speelt, moet even afwachten wat de trainer gaat doen. Maar hij is wel fit. Dat is ook een leuke. Ja, dat is zeker een leuke vraag, Thomas. Kijk, ik ben fan van Barça. Dus ja, dan. Oh jee. Het gaat niet goed komen. En ik Real Madrid natuurlijk. Dus wat gaat het worden? Ja, Messi doet niet mee, denk ik, toch? Of die zal op de bank beginnen? Volgens mij niet komen. Twijfelachtig, ja? Oké, ja, als hij meedoet, dan wordt het goed. Lastig. Maar goed, Cristiano doet ook gewoon mee. Wie? Cristiano, die ken je wel. Die ken je wel. Wordt wat. Heel veel hartjes wel. Kijk, heel veel hartjes. Wat is dan met een hartje? Hartjes zijn likes. Dus als iemand drukt en ze vindt het leuk. Wordt Havenaar naar topscorer dit seizoen? Mag jij beantwoorden? Nou, volgens mij heeft hij zelf aangegeven dat hij het best kan worden. Dus, en ik denk als je een beetje zelf. Als je gewoon zelfvertrouwen hebt, dan moet je proberen te ambiëren. Dus ik denk, waarom niet? Wie's idee is dit? Ja, die koekenbakkers hier. Ze zijn niet in beeld, maar. Nee, joh, goeie vraag, goeie vraag. Leuk. Energie. Even kijken. Spelen. Welke club zouden we nog graag een keer willen spelen? Ja, in Nederland vind ik eigenlijk geen één club mooier dan Den Haag. Dus, ja, in Nederland is dat niet zo aan de orde, maar ja, dan ik zie een mooie vraag. Mooi, ik zag hem ook. Nee, we in het buitenland zou nog een keer willen spelen. Welk land, hè? Ja, welk voor land. Hem invullen, Duitsland, Engeland of zo. Weten. Niveau 1, ja, 2. Ja, pas wel bij. Voor mij is het einde in zicht, dus ik heb het allemaal gehad. Ik snap hem niet, maar misschien komt hij nu met uitleg. Nee. Volgens mij zijn de bedoelingen om mijn contract loopt inderdaad af. En volgens mij wil ADO ook verlengen, dus ik wacht het rustig af. Ja, trappen ze erin, denk je? Nog een keer? Nee hoor, het zal wel goed komen toch? Mis je Inter Baku? Ja, ik mis Inter Baku als kiespijn. Heel erg. Nee, absoluut niet. Duindorp, ja, Vito, leuke vakantie gehad. Vakantie man. Nee, ik heb zeker een leuke verjaardag gehad afgelopen week. Lekker verwend door mijn kinderen. En helemaal top. Ik wil Call of Duty, of niet? Sniper. Dat schieten. Ja, super bedankt. Oh, lekker op tijd.
Ik was bijna jarig. Ja, ja. Nee, goed bedoeld. Heb ik een rijger op mijn rug? Nee, ik zit er nog over na te denken om wat op mijn rug te doen. Qua tatoeage. En, maar of er een rijger op komt, dat... misschien een ooievaar. Fantastisch. Rijger. Hoi. Ik ga verlengen. Ik weet niet of ze daar nog een keer in trappen. Weet ik niet. Nee, ik heb nog anderhalf jaar, dus eerst maar zorgen dat ik genoeg wedstrijden speel. Van waarde kan zijn. En dan gaan we het per jaar bekijken of het lichaam nog fit is. Ja, ik vind het geweldig, toch? Dit. Ja, nou, kijk, weet je, hebben we er zin in om dit vaker te doen? Ik bedoel, ik vind het wel een leuk initiatief. Om een beetje jullie te betrekken bij sommige dingen. En volgens mij zijn dit pas de eerste stapjes wat we willen gaan doen. Dus, ja, ik denk dat dit nog wel vaker gaat terugkomen. Toch? Ja, absoluut. Ja. Die vraag die kwam staan even over. Ik ben de bom. Maar heel lang geleden, kan ik niet eens meer. Dat was een van Tom. Tja. Wie is jullie favoriete tegenstander? Nou, misschien wel Vitesse. Zondag, we gaan het zien. Jullie pakken wel, ja. Op plaats gaan we eindigen. Altijd lastige voorspellingen. Ja, ik denk dat we nu een kwart of in ieder geval bijna op de helft zitten van het seizoen. En ik denk dat we wedstrijden hadden kunnen winnen die we verloren hebben met pech. En ik denk dat we... toch niet heel erg veel geluk hebben gehad. Kijk, je ziet in PSV scoort de laatste minuut, maar ik denk dat je sowieso nog heel veel punten gaat pakken en dan ik denk dat we dan wel